kijkers, vandaag in het programma Geloven niet alleen op zondag. Ik ben hier thuis bij Chris Hendriksen. Chris, fijn dat we bij jou mochten filmen in huis en dat jij je verhaal wilt doen aan de kijkers thuis. Geloven niet alleen op zondag. Kun je wat meer vertellen over jezelf? Ben je tot geloof gekomen? Ben je gelovig opgevoed? Ja, nou, ik ben gelovig opgevoed. Ik ben in een gelovig gezin geboren. En mijn ouders hebben mij gelovig opgevoed. Ik ben altijd netjes mee geweest naar de kerk. Wat van richting? Christelijk-gereformeerde kerk. Ja, en ja, we gingen twee keer per zondag ging ik naar de kerk. En ik ging naar de vereniging, ik ging naar zonderschool. Dus ik heb wat dat betreft een gedegen opleiding gehad, zeg maar. Ja, ja. En, maar ik moet zeggen, toen ik een jaar of 16, 17 was, toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, omdat je moest. Ja, ik moest mee naar de kerk. En ja. Ik ging mee naar de kerk omdat ik geen ruzie wou met mijn ouders. Hè, want ik wist dat ik ze heel veel verdriet deed als ik niet mee zou gaan. Dus ik ging gewoon mee. Maar ik had er helemaal niks meer mee eigenlijk. Ik verveelde me en ik snapte er niks van. Ik vond de preken lastig en moeilijk. En ben je lang mee doorgegaan naar de kerk toe gegaan? Of was je echt 16 dat je denkt van nou, ik stopte mee? Nee, ik ben er wel mee doorgegaan en zolang ik thuis woonde ben ik gewoon meegegaan naar de kerk. Toen heb ik ook een christelijk meisje ontmoet waar ik ook later mee getrouwd ben en die heeft mij eigenlijk de rol van mijn ouders overgenomen en ik ging met haar mee naar de kerk omdat zij... Omdat het moest? Niet omdat het moest, maar omdat ik wist dat zij daar graag heen wou. En, nog steeds niet om God eigenlijk? Nee. Niet voor mezelf, nee. Ben je dus jaren meegegaan. Wanneer is die omslag bij jou gekomen? Nou, de omslag is eigenlijk begonnen toen mijn vader overleed. Toen was ik 26 jaar. En mijn vader is geboren met een hartafwijking. En ja, toen in die tijd, toen hij geopereerd was, toen deed ze dat in Nederland nog niet. Toen moest hij naar Geneve in Zwitserland of hij kon naar Amerika. Hij is toen in Geneve geopereerd en heeft daar nog wel verschillende jaren geleefd. Maar uiteindelijk moest hij voor controle naar Zwolle, naar het ziekenhuis. En daar bleek zijn aorta 13 centimeter doorsnede hebben, terwijl die 3 horten zijn. Ja. Dus hij liep eigenlijk met een bom in zijn lijf. Hè. En, nou, toen had hij geen keus. Opereren was gewoon moest. Hè. Niet opereren was ook, als hij knapte was het gewoon ook gebeurd. Ja. Dus toen koos hij om te opereren. En toen zei hij de avond voor de operatie van, wat er ook gebeurt, maak je geen zorgen over mij. Hè. Het is goed met mij. Ja, als wat ik nog... dacht je toen? Ja, toen dacht ik, man, hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat nu in deze omstandigheden zeggen? Terwijl je weet dat je zo'n gevaarlijke operatie tegemoet gaat en niet weet of je daar levend uitkomt. En dan zeggen we, man, wat er ook gebeurt, is goed. Toen dacht ik, ja, dat is niet... Dat kan een normaal mens zegt dat niet op deze manier, denk ik. En toen is hij geopereerd. Hij heeft nog 3 maanden op de intensive care gelegen. Van allerlei toeters en bellen en we hebben nooit meer contact met hem gehad eigenlijk. En toen is hij overleden, na 3 maanden in het ziekenhuis. En, nou, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ook wel boosheid hoor, van ja, als er dan een God is, waarom moet het dan nog 3 maanden duren? Hè? Zo verschrikkelijk lijden. En, maar ja, daarna is er bij mij wel iets begonnen. Hè? Iets dat vertrouwen wat mijn vader had op dat moment. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En dat voelde je ook echt van binnen? Toen ben ik ook op zoek gegaan eigenlijk meer naar wie is God, hè? En hoe reëel is dat nu nog? Ja. Hè? Wie is God? Wie is God voor jou? Nu of toen? Eigenlijk, toen en nu, kun je een beetje dat... Ja, toen was het eigenlijk iets van ver weg en God was, moest vooral niks verkeerd doen. Hè. Was dan voor mij een God van regels. Ben je daarmee opgevoed in de kerk? Van niet dat God alleen maar liefde is, maar ja, de kerk is het ook echt dat je echt met
Ja, ja, kijk, mijn vader is bijvoorbeeld nooit aan het heilige avondmaal geweest. Omdat hij dat, ja, hij vond zichzelf daar te zondig voor. Oh, jammer, ja. Hè? En in, ja, in zo'n kerk ben ik eigenlijk opgegroeid. En ja, dus ik zag God als iets, nou, moet je geen ruzie meer maken. Hè? Een boeman. Ja, een boeman die ja, alles moet en niks mag. Hè? Een beetje zo. En, ja. Nou, geleidelijk aan heb ik leren... Ja, God leren kennen hoe die echt is. Hè? Dat het gewoon een liefdevolle vader is. Die gewoon het beste met me voor heeft. Hè? En die mij ziet als zijn geliefde kind. Ja, zijn geliefde zoon. Hoe heb je God op die manier leren kennen? Wanneer is dat bij je gekomen? Nou, dat eerste aanzetje was dus het overlijden van mijn vader. En, heeft die boosheid bij jou niet overwonnen eigenlijk? Die boosheid op dat moment van, hè, waarom moeten ze nou duren, waarom moet mijn vader zo verleiden? Ja. Het heeft bij jou toch het goede naar boven gehaald. Ja, ja, toch wel. Toch heeft de vraag van, ja, hoe kon die man dat zeggen, hè, voor ja. De avond daarvoor, heeft gewonnen van de boosheid dat hij ja, hier niet meer was, zeg maar. En, nou, toen een aantal jaren daarna is er een, ja, een verschrikkelijk ongeval ook, of ja, eigenlijk een ongeval geweest in onze familie. Een nichtje van mij had een zoontje van 9 maanden en die zat in bad en toen ging de telefoon en ze rende snel naar de telefoon en kwam terug en toen was een kindje verdronken in zo'n laagje water. Nou, dat vond ik ook zo, ja, toen was ik ook zo opstandig en boos ook weer, op God ook, hè, van hoe is het mogelijk dat dit gebeurt, hè, zo'n onschuld. Ja, 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 ik was daar heel boos over, hè, en heel verdrietig ook, en toen zijn we samen met mijn vrouw zijn we erheen geweest, en om eigenlijk te condoleren, en toen we daar binnenkwamen, werden we eigenlijk door hun bemoedigd. He, getroost, omdat ja, ik was gewoon helemaal. Ik zag daar zo'n kindje liggen van 9 maanden in zijn bedje. Ja, ja, dan breekt er iets. Hè? Dat, ja, door de ouders van het kindje wat jij. Ja, van goh, jongen, het is gewoon erg. En die waren ook wel verdrietig, maar he, die keken daar ook overheen. Die zeiden: ja, Jaap heette dit jongen, die is nu bij God, die is in de hemel. En daar hoeven wij geen verdriet over te hebben. Hè? Hij heeft gewoon een prachtig leven. Ja. Toen dacht ik ook, ja. Vond ik ook zo bijzonder, hè, dat die mensen dat in die pijn, in dat verdriet eigenlijk kunnen benoemen. En dat was zo, ja, later ook weer een bevestiging voor mij. Ja, er moet iets zijn, er moet echt iets. Ja, vooral als ouders zijn, hè, als je kind verliest op die manier. Ja. En jij als, hè, dat je toch een beetje naar het zoeken bent. Ja. Ja, dan kun je heel makkelijk God de schuld geven. Ja, precies. Dat hoor je heel vaak, hè, als dat gebeurt. Maar God de schuld geeft, wel, ja. Ja, het is... Ja, zeker niet Gods bedoeling, hè? Nee, nee. Dat dit mensen gebeurt. Ja, en je zegt ook, hè, je ging met je vrouw weer naar de kerk. Jullie hadden samen ook gesprekken erover, neem ik aan. Zag zij ook de verandering in jou? Ja, geleidelijk aan wel. We zijn, ja, dat is een aantal jaren later, hoor. Zijn we ja, samen ook op zoek gegaan, meer samen op zoek gegaan naar God, zeg maar. We hebben... Ja, ons ook uitgestrekt naar de Heilige Geest. Hè. Er werd eigenlijk heel weinig over verteld, ook binnen de kerk, waar we ook later lid waren. Snap je een beetje de Heilige Geest? Wat het nou, is? Toen niet. Nee. Nee, nu. Heel moeilijk om onder woorden te brengen. Ja, ja, en toen zijn we een cursus gaan doen, dat heette Ministry Gebed, Bidden in de Geest. En ja, daar hebben we voor het eerst, zeg maar, ik denk samen, voor het eerst ervaren... dat de Heilige Geest zo reëel is en dat het zo echt is en dat hij echt gewoon bij je is en je dingen laat voelen, laat ontdekken, laat zien. Ja, daar is eigenlijk het geloof van ons, denk ik, van ons allebei en zeker ook van mij, reëel geworden, echt geworden. En toen is ook de zoektocht van ja, wie is Jezus? Wat heeft hij eigenlijk allemaal voor mij gedaan? En hoe kan ik met hem leven? En hoe kan ik hem dienen? En dat verlangen kwam steeds meer in mijn hart om Jezus beter te leren kennen. Ik wou er alles van weten. Ik, het werd ineens van ja, eigenlijk iets wat er een beetje bijhing. Werd het belangrijkste in mijn leven. Ja, want je kende de Bijbel al, neem ik aan. Ja. Dat ik heb gegaan, maar...
Ja. Had je het ook idee dat de Bijbel heel anders voor je werd? Dat je de Bijbel heel anders ging lezen? Ja. Begrijpen en ging lezen? Ja. Ja, echt. Ja, het werd echt het levende woord van God, hè? Wat ook vaak gezegd werd. Daar snapte ik al helemaal niks van. Het levende woord van God. Het is gewoon een boek wat nooit verandert. Ja. Maar ja, nu heb je leren ontdekken dat het echt zo is. Hè? Dat je elke keer als je in de Bijbel leest, dat je weer nieuwe dingen ziet. En dat je dingen ontdekt van ja, hoe God eigenlijk is. En hoe onvoorwaardelijk veel die van ons houdt. Kun je ook nog wat meer duidelijke dingen dat je zegt van nou, dat was iets voor mij echt ook, hè, je had het over je vader en over dat neefje, maar dat je echt zoiets hebt van daaruit kan ik zeggen van, dat was ook een omkeer in mijn leven van. Ja, ja, er was nog wel een moment, dat was mijn oudste broer, die kwam op een gegeven moment, die zegt van, joh, je moet een keer meegaan naar de mannenconferentie. Ik zeg, mannenconferentie? Ik zeg, wat is dit, joh, een mannenconferentie? Ja, dat is een weekend, zeg hij, van vrijdagavond tot zondag. En dat, ja, dan gaat het over geloof, zijn de sprekers en ja, zingen met elkaar. Ja, jongens, zeg maar, van dat zij is ook al gedoe. Ik zeg, dat is, ik denk niet dat dat iets voor mij is. En hij zei, jongen, dat is hartstikke mooi. Nou, ik denk, nou, het is 2,5 dag, dat overleef ik wel. Dus. De geiten wollen zak aan en ik ben mee geweest. Ja, nou was dat? Ja, dat was ja, zo bijzonder. Dat was, we kwamen daar vrijdagavond en er werd opwekkingsmuziek gezongen. Ik zei, opwekkingsmuziek, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Ja, want ik was gewend psalmen te zingen en af en toe een keer gezang, maar dan had het wel gehad. Ja. Maar dat was opwekkingsmuziek en dat raakte me zo, joh. Die teksten, dat was zo. Kun je nog bepaald die noemen wat helemaal. Ja, met Jezus, ik hou van u bijvoorbeeld, hè? Dat, ja, dat was een liedje, ja, jongen, dat hakte erin bij mij. Ik dacht, wauw, jongen, wat mooi, ja. Hè? Wat fantastisch dat het ook kan zo. En, ja, dan zat je dan met 500 man, was hij dat aan het zingen, het volle borst en ja, gewoon kippenvel. Niet saai. Niet saai, nee. Zeker niet saai. Dat toch weer bepaalt, ja, het is toch een beetje een oordeel dat mensen dat toch denken dat christenen saai zijn, maar dat. Komen ze erbij? Nee, echt niet hoor. Echt niet. Het is, daar heb je dus ook echt met opwekkingsliederen leren. Ja, opwekkingsliederen, maar ook de preker, de sprekers die daar waren, die maakten het echt persoonlijk. Hè? Ja. Het leek wel of ze de hele avond tegen mij alleen aan preken waren, aan spreken waren. Ja. En in je dagelijks leven, hè? Want wat voor werk doe je? Ik werk bij Sylvita als teamleider. Ja. Ja. En draag je hier geloof ik net op je werk? Nou, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ja, ik heb wel een sterk verlangen om mijn geloof te delen met ook met mijn collega's en met mensen om ons heen. Ja, hoe wordt erop gereageerd? Nou, in het begin, we zijn 4 jaar terug, zijn we gestart met een gebedsgroep. Een aantal collega's, waaronder ik, hadden op het hart al een poosje om zoiets te gaan doen binnen Sylvita. Nou, toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken, zijn naar de directeur gestapt en gevraagd van, goh joh, we willen graag 1 keer in de week een uur voor werktijd gaan bidden. Voor Sylvita, voor onze collega's, voor onze zieke collega's. Ja, je moet het voor me zien, hè? Jullie gaan dan van tevoren, net als je bij ons in de kerk binnenkomt, dan ligt er een boek in waar je op voorbeelden in kunt schrijven. Moet ik dat ook een beetje zo zien zoals het bij jullie gaat? Als je dat er collega's dan bij jou komen van, nou Chris, kunnen we daar en daarvoor bidden? Moet ik dat zoiets zien? Dat gebeurt wel eens, nog niet heel vaak hoor, dat mensen echt om gebed vragen, maar gebeurt wel. Ja. Maar vaak weten wij wel wie de ziek is en wat er binnen het bedrijf speelt, zeg maar. En daar bidden we dan voor. We beginnen dan met lofprijzen en aanbidding. We hebben gelukkig iemand die fantastisch mooi gitaar kan spelen. En dan gaan we eerst een kwartier zingen, God groot maken en dan gaan we een uur bidden. En dat doen jullie 4 jaar geleden ongeveer mee begonnen? Ja. En hoeveel mensen waren er eerst en hoeveel zijn er nu? We zijn begonnen met 3. Toen is het uitgegroeid naar 7. Van daaruit, uit die gebedsgroep, kwam ook het verlangen om nog iets meer te kunnen doen voor onze collega's. En toen zijn we 2 jaar terug, zijn we begonnen met de Alpha-cursus. Voor onze collega's. Ja. Dus toen, ja, dat is echt zo.
zo fantastisch geweest. En... Ja, we beginnen allebei weer. Als ik één ding mag aanraden, is het de Alfa-cursus. Ja, dat is... ook als je niet echt gelooft, van, denk, ga dan even naar je Alfa-cursus toe. Want ja. Er wordt ook heel veel over de Heilige Geest. Wat een beetje moeilijk te snappen is. Ja, ja. Als je dan je Alfa-cursus hebt gehad, dan denk je toch van wat een... Ja, het blijft altijd een beetje moeilijk bepaalde dingen, maar het is toch al een stuk duidelijker. Ja. Maar als je in de loop van jaren kijkt, Chris, hè, van naar het heden, of naar het verleden, het nu en de toekomst. Wat wil je nog meer? Je doet het op de fabriek, maar ben je er nog meer van plan? Of heb je zoiets van... Ja, nou, op de fabriek zou ik het liever nog verder willen zien, zeg maar. Dat er nog meer... Ja, gelovigen, hè, want er werken best wel veel christenen bij Sille Vita, maar dat we nog meer mensen misschien samen... Misschien een schroom voor sommigen, want het is toch wel een stap, denk ik, om daar toch met je collega te zingen en te bidden, ook wel ben je gelovig. Ja, is het ook. En dan was het voor ons ook in het begin. Ja. Hè? Dat was best, jongens, hoe gaan we dat dan doen en hoe pakken we dat aan? En, ja, we zijn gewoon begonnen en we zijn gaan bidden en ja, het is zo opbouwend en je ziet ook heel veel zegen. Hè? Dat heeft ook ruimte gegeven om makkelijk met mensen over het evangelie te kunnen praten. Omdat ze weten dat die groep bestaat en wie daar regelmatig naartoe gaan. En ja, die mensen die praten nu eenmaal over Jezus. Ja. Dus dat is zoveel makkelijker geworden om een gesprek te beginnen met een collega over het geloof. Is het zoiets van, ik ben je eraan? Ja, ook wel. Ja, ja. Ja. Hoe vind je dat als mensen dat laten blijken, dat ze daar toch niet echt van gediend zijn? Nou ja, dat respecteer ik ook. Hè. Ja. Ik ga dat niet opdringen. Nee, want dan bereik je misschien het... Maar als ik iemand kan helpen of bemoedigen met het evangelie, dan doe ik dat. Ja, ik vind het een heel, heel mooi... Ja, verhaal is het niet, het is een gebeurtenis. Ja. Zou je voor de kijkers nog wat willen zeggen? Ja, ik zou voor degene die kijken echt jullie willen uitnodigen als je de Heer Jezus nog niet kent. Om hem aan te nemen, om de Bijbel te gaan lezen. Want hij is echt fantastisch. Hij zegt in het woord, hij is de weg, de waarheid en het leven. Als je... Een keus maakt voor Jezus, heb je het eeuwige leven ontvangen. En dat is zo geweldig. En een leven met Jezus is verder van saai. Ik was altijd van mening dat het doodzaai was om christen te zijn, maar het is zo geweldig. Elke dag weer anders. Het is een ervaring, een belevenis die alles waard is. Het mooiste van alles. Na deze mooie woorden van Chris Hendriksen wil ik graag afsluiten dit programma. Volgende maand hebben we weer een nieuwe gast die gaat vertellen over zijn ommekeer in het geloof. En ik hoop u dan weer te zien.